Dag mensen, een hele goede morgen. Welkom bij deze koersanalyse. Deze is educatief vandaag en geen financieel advies. En het is vandaag woensdag 19 januari en we gaan kijken naar de lange durende cycli van Bitcoin. Kunnen we in 2022 of wordt het wellicht 2023 nog naar de 100.000? En we gaan kijken naar Bitcoin, de koers natuurlijk. Er is een bear flag uitgebroken vanochtend. En we gaan kijken naar Ethereum en een aantal altcoins. En vergeet de video niet een like te geven als je de content kunt waarderen. Abonneer op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En ik zou zeggen, laten we gewoon beginnen met het nieuws eerst. 78% van de grote investeerders is namelijk positief over Bitcoin na de pandemie. En dat hebben we ook gezien. Veel grote investeerders zijn erbij gekomen en we zien dat de grote instituten steeds meer bezig zijn met cryptocurrency. En zelfs de grootste investeringsbanken zoals JP Morgan Chase en Goldman Sachs, die moeten zich bezighouden met de crypto-industrie omdat de klanten dat willen. En ook pensioenfondsen hebben de eerste stappen gezet om crypto-activa aan te kopen. En dit is iets wat volgens mij nog steeds gaande is. Steeds meer instituten gaan zich ermee bezighouden en erin investeren. En dat zie je eigenlijk ook al terug in de grafieken. Het lijkt erop dat we grotere accumulatiefases zien. En daar gaan we zo direct naar kijken. Allereerst Benjamin Cohen, hele toffe gozer om te volgen. Wiskundige benadering ook regelmatig op de cryptocurrencies en de charts. En wat hij eigenlijk ook laat zien al een hele tijd is dat de cycli langer duren. En ik heb het eerder ook over gehad over in vorig jaar, 2021, begin 2021, dan was de verwachting eind 2021 een einde van de boelmarkt. Nou, langzame, verdergaande in het jaar werd het duidelijker dat dat wel wat langer ging duren. Misschien Q1 2022, maar het lijkt er steeds meer op dat het misschien nog langer gaat duren. En volgens Benjamin Cohen kan het wel tot Q3, Q4 duren van dit jaar voordat we richting een top gaan. Je ziet hier eigenlijk ook al dat die cycli steeds langer duren. 45 weken, 108, 151 en we zitten nu op 161. Maar als je kijkt dan naar het verschil tussen de ingaande markten, de voorgaande markten, cycli, en ook de huidige, het huidige aantal weken, zie je dus dat dat gewoon langer is en dat dit nog wel veel langer zou kunnen duren. Zeker nu ook de grote jongens erbij betrokken zijn, zie je dat die markten langzamer zijn en langer duren. Dus dat is interessant om te zien. Dus ga die video ook even checken. Ik zal hem delen onder in de comments. En hier zie je ook dat in het paars, in het blauw en hier in het groen en rood is wat we nu hebben. Is dat het dat de resultaten, het percentage stijgingen in de koers, die wordt wel steeds kleiner. Maar het duurt ook langer voordat we er komen. Dus dat is interessant om te zien. En dat sluit ook al aan bij een post die ik heb gemaakt op 10 december. Hebben we nu eigenlijk gewoon een grotere accumulatiefase. En die heb ik in mijn premium Discord groep gedaan overigens, dus niet in de premium Discord groep van Crypto Insiders. En de links vind je allemaal in de videobeschrijving of in de eerste comment onder de video. Maar waar we potentieel naar kunnen of naar zitten te kijken is het volgende. Dus we hadden een accumulatie hier in de bear market van 2018. En 2019 is eigenlijk vooral ook accumulatie geweest met een shakeout, goede shakeout in de coronapandemie naar beneden. En ik denk ook niet dat dat zou zijn gebeurd, deze shakeout naar beneden, als we die coronapandemie niet hadden gehad. Ja, dus één grote reaccumulatie, de markup, waarbij de koers flinke stijging maakt. En potentieel zitten we nu dus weer in een reaccumulatiefase. En die duurt dus ook al een jaar. En nogmaals, dat is nog iets wat aangeeft dat de big boys erbij betrokken zijn. Ook deze distributiefase hier in vanaf februari tot eind mei geeft aan dat de big boys erbij betrokken zijn. En dat zorgt er gewoon voor dat de markten langzamer bewegen. En op het grote plaatje zijn er dus twee dingen waar ik eigenlijk naar kijk. Eén is dus dat we die support hier hebben op die $40.000. En dat is een belangrijke support. Als we die niet houden, dan zie ik de koers eigenlijk gewoon vooral afgeleid richting de $30.000. En in dat geval zal ik ook mijn hodl en eigenlijk alles de deur uit doen. Want dan zal ik het ook een bear market moeten noemen. Maar zelfs als we naar die 30.000 gaan, is het mogelijk dat het... Ik ga het als een bear market benaderen en zal er ook niet in zitten. Totdat we hier op de 30.000 iets van ommekeerpatronen zien. En dan zouden we nog een volgende fase kunnen krijgen uit deze accumulatiefase. Waarbij we dus weer gewoon omhoog gaan. Want eigenlijk is het gewoon een zijwaarts kanaal. Dus dat is het meest bearish perspectief. Nou, er zijn drie scenario's. 1. We blijven boven de 40.000. We maken deze accumulatiefase af. Gaan volgens de highs verbreken tussen de 65.000 en 70.000. Gaan naar de volgende markup. En als je puur deze stijging pakt, dan kom je aan op een bedrag van $120.000.
Dus dat is het meest positieve scenario. Het tweede scenario, wat een meer bearish scenario is het rode hier. Terug naar de 30.000. Hopelijk weer terug naar de 120.000. Maar daar moet je niet van uitgaan natuurlijk. En het meest bearish scenario is dat dit inderdaad gewoon een bear market is op dat moment. En dan zie je de koers waarschijnlijk weer teruggaan richting de, ja, het zal zijn $14.000. Ik denk dat we de $20.000 niet als support zullen houden. Dat zal in ieder geval de eerste target zijn. Maar als Bitcoin doet wat Bitcoin doet, dan zie je dus vaak ook toch wel een daling van 80%. Dus van de 70.000 en we gaan 80% naar beneden. Want dat is wat Bitcoin gewoon graag doet. En dat deed het in eerdere markt ook. Dan kom je rond die 13.600 uit. Dus dat op het grote plaatje in ieder geval. Dan, wat kunnen we op de kortere termijn verwachten? Even verder inzoomen hier. We zien dus dat de koers hier eigenlijk, had ik vooral verwacht dat we een goede stevige bounce zouden kunnen krijgen richting de 45.000. Voor nu zijn we uitgetopt bij de 44.000. Hebben we hier ook een downtrend, een high, low, lower high, lower low. En die is nog eigenlijk aan het vormen. En de vraag is of we dan inderdaad weer een lower high maken en vervolgens een lower low. Omdat we de koers hebben die wat zwakker is, is het dus goed mogelijk dat we deze rode scenario's niet krijgen. En in dat geval had ik ook verwacht dat we dan richting de 42.000 tot 40.000 zouden gaan, 40.500. Maar als we nu dus al de top hebben bereikt op die $44.000, ja, dan zouden we diep kunnen zakken richting de 39.500, waar we dus het laagste punt hebben gemaakt en potentieel ook door naar de volgende support op 38.100 ongeveer, waar ik dan hoop of in ieder geval zal gaan kijken voor een reversal. Maar dat is ook nog gewoon even afwachten wat de koers gaat doen. Op de lagere timeframes is er mogelijk ook nog een falling wedge aan het vormen, die ik gisteren ook in de video noemde. Maar eerst, wat ik vanochtend deelde, dat er op de lagere timeframes een bear flag aan het vormen is. En die lijkt ook goed door te zetten, heel snel ook. Dus op de 15 minuten hebben we een goede push naar beneden gehad. En dit is ook een correlatie met de traditionele aandelen, S&P 500, vormde hier een bear flag en door naar beneden. En wat je ook net zag in het plaatje is, neem in ieder geval winst hier. Technische target ligt hier op de 41.020, maar die hoeft niet te worden gehaald. We zien hier namelijk ook nog potentieel een falling wedge. Maar nogmaals, alles wat we op Bitcoin zien eigenlijk op dit moment, veel is gewoon een zijwaartse actie. Dus die neerwaartse driehoek van gisteren, die brak wel naar beneden uit. Even deze weg. Dus die brak wel naar beneden uit, maar deed niet heel veel. Het evenwichtpatroon brak wel naar beneden uit, is naar de support gegaan, maar heeft niet zijn technische target gehaald. Dus veel patronen die gewoon niet allemaal willen uitwerken. En dus ook hiervan, ja, ga ik er niet vanuit dat we richting de 44.000 weer gaan, 400, voor de technische target van deze falling wedge. Maar goed, als hij uitbreekt, dan kun je hem traden natuurlijk. Dan wil je ook leren traden zoals ik dat doe, dan kun je natuurlijk een cursus doen. Begin met de gratis kennismakingscursus om een goed beeld te krijgen van wat traden is en wat je ervan kunt verwachten. En als je meer wilt leren over traden, kun je natuurlijk de volledige cursus doen. Handelen in cryptocurrencies deel 2 en overigens gaan de cursusprijzen gaan omhoog per 1 februari. Dus maak gebruik van de huidige prijzen. En je kunt dus ook een weekje meekijken in de premium Discord groep. Voor meer updates over Bitcoin, het grote plaatje en allerlei andere crypto dingen. Rechtsbovenin vind je een review over FTX. De meest gebruikte beurs door mij om mee te traden. Je kunt hier heel veel opties gebruiken. Veel tradingparen en met de link, referral link in de video review, krijg je 5% korting op je trading fees voor de rest van je leven. Dan nog even over de traditionele aandelen en de correlatie met Bitcoin. Ja, je ziet het eigenlijk al, hè. Bitcoin beweegt eigenlijk vooral met de S&P 500 mee. De correlatie is op dit moment heel sterk. Dus als de S&P 500 zwak is, kunnen we ook verdere zwakte verwachten voor Bitcoin. En Bitcoin maakt hier dan weer zijn eigen sprongetje omhoog, maar heeft inmiddels ook weer alles teruggegeven. En wat de S&P 500 op de futures grafiek in ieder geval gedaan heeft, is hier dus de support verloren. Dus er was een opwaartse lijn hier, die is al support verloren. Dit is wat ik gisteren ook al deelde. 1, 2, 3, 4 keer getest en bij de vierde test is hij dus naar beneden gebroken. Heeft ook de vorige low gebroken, dus hier valt ook meer zwakte te verwachten. Wel is het zo dat de RSI, die is hier oversold, dus we zouden hier een bounce kunnen krijgen, wat hopelijk dan ook meewerkt voor de falling wedge van Bitcoin. Maar er is vooral heel veel zwakte. Een ander punt wat potentieel bullish kan zijn, is het volgende. Is dat er een
Er is een kleine gap nog hier, die van 21 december. En dat is waar de koers nu ook eigenlijk naartoe wil gaan. En we zagen vorige week ook dat op maandag en dinsdag dat er vooral zwakte was om daarna een goede reversal te krijgen. En dat zie je wel vaak eigenlijk. Ik weet niet meer of dit een maandag was. Hè, dat je een goede dip krijgt en dan weer omhoog beweegt in de rest van de week. Dus dat zouden we nu ook kunnen krijgen. Die gap die is nu gesloten. De koers is eigenlijk vrijwel exact tot op dat punt gekomen om hem te sluiten. Dus een reversal op de 200 moving average is hier definitely possible. Maar dan zouden we wel moeten wachten tot vanmiddag rond 15:30 wanneer de markten weer open gaan. Even snel de dollar. Dit deelde ik gisteren dus ook in de premium Discord groep. Deze symmetrische driehoek die is naar beneden uitgebroken. Dat deelde ik eerder. Maar het rode pad is niet wat we willen hebben. Dus de koers is eigenlijk flink weer omhoog gekomen. Weer in die symmetrische driehoek. En eigenlijk wil je zien dat dit een fake-out is in die driehoek. En dat die weer naar beneden komt. Want groen is wat we nodig hebben voor een groene bitcoin. Goed, Ethereum. Kort eigenlijk. Adam en Eve. Of een Adam en Eve top. Of een cup and handle, nou het is geen cup and handle min, Adam and Eve top. Technische target ligt hier op de 3000 en de koers is eigenlijk al flink op weg daarnaartoe. Coty op de dagelijkse grafiek. Dus na een eerdere double top is de koers eigenlijk weer verder naar beneden gegaan. Eigenlijk niet zo heel veel spannends gedaan. En wat we nu vooral zien is consolidatie. Dus even de tool erbij. Dus in een high, low, lower high, higher low, lower high. En dit betekent dat de koers eigenlijk gewoon aan het consolideren is, bewegen naar elkaar. En er komt hier dus een grotere beweging aan. Persoonlijk het meest geïnteresseerd in als hij uitbreekt naar boven, richting de 48 cent ongeveer. Afwijzing. En dan zouden we potentieel nog kunnen kijken naar de 58 cent. Maar een andere optie is dus, als we deze naar beneden uitbreken, dan zie ik de koers dus eigenlijk vooral richting de 23 cent zijn. En een andere hoger risico optie op dit moment is om hier short te gaan met een stoploss boven die highs. En dan door te gaan in ieder geval naar de golden pocket. En in ieder geval de onderkant van deze symmetrische driehoek. Dus dat zijn de drie trades waar ik eigenlijk naar kijk. Alleen deze is dus iets meer hoger risico. Maar je kunt hier wel heel mooi je risico afdekken. Omdat je makkelijk je stoploss boven deze highs kunt plaatsen. Maar welke kant het op zal gaan, niemand die het zeker weet, dus je maakt een plan voor de verschillende scenario's in ieder geval. Dan gaan we kijken naar Gala. Even kijken, GGG. Een Gala. Ik deelde, wanneer was het? 14 december al. De Golden Pocket werkt sowieso als een magneet. Kans is groot dat we een 80% daling gaan krijgen richting de 16 cent. In ieder geval richting de 0,786 Fibonacci op de 23 cent. En er was nog een kleine potentiële cup and handle hier. Maar je ziet deze pijl ook al. Die had ik in de premium Discord groep gedeeld. De kans was toch groter dat we verder door zouden gaan naar beneden. En de koers is eigenlijk gewoon op weg naar de 0,786. En ik verwacht ook dat we daar naarartoe zullen gaan. En met een beetje pech voor de hodlers gaat het door richting de 17 cent. Maar dit is eigenlijk typisch Wall Street cheat sheet. Dus wat je krijgt is goede pump. Bear market eigenlijk. Dat is een bear market fase. Bloed langzaam dood. En vervolgens krijg je een accumulatiefase weer. En in de hoop, als dit echt een sterk project is, dan zal het voor 2023 waarschijnlijk nog wel een goede pump krijgen. Maar voor nu lijkt het erop dat het weer richting de 0,786 op de 23,8 cent zal gaan. Op zijn minst. En potentieel dus hier de 15 cent. En vanuit daar is het kijken of we een ommekeer in de trend kunnen gaan krijgen. En als laatste gaan we kijken naar RSR. Ook die heeft niet al te veel bijzonders gedaan. We gaan hier zelfs even uitzoomen naar de maandelijkse. Want de laatste maanden is het eigenlijk gewoon vooral zijwaarts. Eens even weghalen. Dus wat we zien is dat er een sterke support zit waar de koers nu is. Op de 0,246 cent. Dat is die maandelijkse support. Daaronder is er niet veel support meer tot aan de 0,016. En dan zie je dus eigenlijk ook, als de koers hier naar beneden uitbreekt, dus deze support hier verliest, dat we dus in de range komen waar de koers hier bewoog tussen de 0,023 en de 0,016. Dus dat is de range die je dan kunt spelen. En als we verder inzoomen op de dagelijkse, dan zie je dus ook, er is geen support hier in dit gebied tot aan de 0,016. Dus drie dingen om naar te kijken. 1.
Als we hier bearish naar beneden breken, ja, dan kun je een short maken naar de 0,016. Stoploss boven deze high, iets conservatiever boven deze high. En twee andere dingen waar ik naar kijk. Mogelijke double bottom hier op die 0,024. Dat zou het meest positieve geval zijn. En hier een potentiële falling wedge. Maar er zijn eerdere falling wedges geweest op RSR. Maar die hebben ook niet doorgezet. En de koersen zijn eigenlijk elke keer weer naar beneden gevallen. Dus ik ga er niet zomaar vanuit dat we heel positief mogen zijn op RSR. Maar goed, double bottom kun je spelen. Falling wedge kun je spelen. En bij een bearish downbreak van deze support hier, dan is er een short mogelijk naar de 0,016. En nogmaals, niemand die het zeker weet wat de koersen gaan doen. Dus maak je plan als trader. En met dat wil ik ook deze video eindigen. Ik zou zeggen, happy trading, een hele fijne dag. En als je verzoekjes hebt, laat het in de comments weten voor morgen. Want dan kunnen alle kijkers stemmen. Happy trading en een hele fijne dag.